Op veel plaatsen in Altena rook het naar vers gebakken oliebollen. Veelal ook gekoppeld aan een goed doel. In Veen bakt men al jaren ten gunste van Kika. Nou ja, we doen het voor het vierde jaar nou. We proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor Kika. En we bakken oliebollen, appelbiers, op de ouderwetse manier. Geen bladerdeeg appelbiers, maar gewoon de oude. In Andel gaat de opbrengst naar de hervormde kerk. Ook komen daar andere mensen hun beslag halen. Dat doen we hier in de schuur al jaren. Dat is eigenlijk voortgekomen voor Josten Bakker. Die eigenlijk overleden is van de zomer. En we hebben toch de traditie voortgezet. Voor de kerk ongeveer rond de 3000. Voor andere mensen ook nog. Die komen beslag halen wat ze altijd vroeger bij Jos kwamen halen. En sommigen kochten in de winkel oliebollen. En ja, die maken we nu ook klaar. In Wijk en Aalburg komt de opbrengst ten goede aan de ouderen. Als vrijwilliger begonnen. Het balletje werd opgegooid van hieruit. Joh. Jij doet dat al jaren thuis met een familierecept. Zou je dat voor ons niet willen gaan doen? Nou, we hebben als familie de koppen bij elkaar gestoken. En gezegd, nou, voor het goede doel willen we dat graag doen. Dus de opbrengst is geheel en al voor de oudjes. Daar kunnen ze extra dingen mee doen. Wat het geheim is van de allerlekkerste oliebol, vroegen we aan de bakker zelf. De smaak is heel belangrijk natuurlijk. Hij moet niet te vet zijn. En niet te klein, niet te groot, gewoon goed. Je zult begrijpen dat je daar niet het echte antwoord op zult krijgen. Het is een familierecept van begin vorige eeuw. Dat is van vader op zoon gegaan, van vader op zoon, van vader op zoon. Ik dacht de zesde generatie en dat wil ik graag geheim houden. Ja, dat kan ik niet zeggen. Dan moet je komen proeven. Lusten de bakkers zelf nog na al die duizenden bollen een lekker oliebolletje tijdens Oud en Nieuw? Ik wel. Ik zal zeggen, vannacht om 12:30 begonnen en het is nu, ik denk ook 12:30, 12:45. Ik denk dat ik er in die 12 uur tijd toch al een stuk of 25 veroberd heb. Je moet toch blijven testen en vanavond pak ik er ook en morgen bij gezondheid, dan neem ik er ook. En dan geniet ik er net zo veel van als nu. Wel even opwarmen, dat maakt de smaak weer even zoals die moet zijn. Ja, maar dat duurt wel een paar maanden. Zien wel, eten niet meer.